Ik ben zo'n goede daily vlogger dat ik gewoon altijd een reservebatterij bij me heb. Kijk eens. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag zondag. Het is 6:30 of zo. En dit is zo'n moment dat ik me afvraag waarom ik in vredesnaam over 7 weken die marathon in Berlijn wil lopen. Want ik had heel graag op dit moment nog 2 uur langer uitgeslapen. Maar dat is niet mogelijk. Ik heb ontbijt, saibel, espresso. Lijkt erop dat ik echt naar buiten moet gaan. Het is 6:53. Ik wil om 7 uur naar buiten zijn. Ik heb dus nog 3 minuten, of eigenlijk 1 minuut om op te staan. Want ik doe er ook nog 2 minuten over om buiten te komen. Ugh. Iedere week weer een struggle. Maar als ik eenmaal bezig ben... Oh. Het is inmiddels 10 uur, weer thuis. Ik heb 27,5 kilometer gelopen met een pace van 5,18 of 5,19. Mijn Garmin horloge zegt iets anders dan Strava, dat is een beetje jammer. Maar het ging wel lekker. Was super rustig op de weg, want natuurlijk zondagochtend om 7 uur zijn er heel weinig mensen. En dat was eigenlijk wel lekker. Dus, positief. Mensen, hoe kan dit nou? Ik heb hem gewoon genoeg water gegeven. No, hij is pas 4 dagen oud. Tijd voor mijn herstelmaaltijd. Dit keer helaas geen sushi. Want ik niet in huis. Ik heb sojayoghurt met eiwitpoeder van Fitchy, chocoladesmaak en blauwbessen. Oké, ik heb zojuist last minute besloten om even langs mijn oma te gaan. Daar ben ik namelijk al 6 weken niet geweest. En dat kan echt niet als je in dezelfde stad woont en je oma 85 is. Dus ik ga naar mijn oma. Ik ga vanmiddag sowieso een dutje doen. Oh. 6 uur opstaan op zondag, dus ik ben een beetje gek. Mam, ja. Wat ga jij maken? Ja, ja. Op orde. Voor mij ga jij lunch maken. Ja, lekker roer eten. Ja, heel lekker. En ik sta hier. En jij staat daar. En ik sta hier. En jij staat daar. En we gaan naar huis. Tot zo. Mama scrambled eggs. Alle eiwitten die ik op dit moment kan krijgen. Oeh, dat was mijn hand. Ja, maar dat is niet gek dat jij in je badjas zit. Want je hebt een hele sportieve prestatie gedaan. 24 kilometer, terwijl je de afgelopen 6 weken, hoe lang? Misschien wel 3 maanden, niet langer hebt gelopen dan 12. Is het dan verstandig om je afstand in 1 keer te verdubbelen? Reacties graag in de comments. Deze doelen zijn voor mijn blog zeker. Bedoel ik? Ik mag ook wel een beetje gebruiken van de beelden. Ja, maar ik moet mijn eigen training ook filmen. En ik vergeet altijd na het rennen te filmen, omdat ik er dan zo uitzie. Thanks, Roos. Alsjeblieft, oom. Moet je iets gaan douchen? Ik ruik je vanaf hier. Lekker, hè? Ik heb de hele dag echt al zo'n trek na het hardlopen. Het positieve van heel veel hardlopen. Heel lang hardlopen is dat je meer kunt eten, want je verbrandt meer. Het negatieve is dat je ook heel veel moet eten, want je verbrandt meer en als je niet eet krijg je honger. Maar er moet ook wel weer een soort van balans zijn dat je weer niet te veel eet, want dan word je zwaarder, obviously. En als ik straks weer stop met marathon lopen, als ik weer in een rustperiode zit en ik blijf zoveel eten, dan word ik weer dik. Dik is natuurlijk een beetje een groot woord, maar goed. Ik ga nu aioli met komkommer eten. En ik heb net eindelijk mijn video geëdit. Dat had ik eigenlijk al veel eerder moeten doen. Het is inmiddels al 4 uur geweest. En hij moet nu een soort van online gezet worden. Oké, het is tijd om naar Lauren en Robin te gaan. Die jas heb ik eigenlijk niet nodig, denk ik.
Ik ben inmiddels in Heemstede. Ik was onderweg voetbal aan het luisteren. Dat was geen succes. Ik denk dat je nog beter kunt vloggen in de auto dan dat je naar een voetbalwedstrijd kunt luisteren. Want ik probeerde helemaal te visualiseren wat ze zeiden, maar dat was echt geen succes. Op een gegeven moment heb ik de radio maar uitgezet. Want voordat er ongeluk ging gebeuren, zeg maar. Ja, dus ik ben nu bij Laura en Robin. Ga ik lekker eten. Ik heb een cadeautje voor ze bij me uit Italië. Dat ga ik nu doen. Huh? We zijn bijna kampioen. Nog 2,5 minuut. Maak het 5-2, dat zou leuk zijn. Yay! Heel knap. Eerst met hockeyvrouwen de hele tijd en nu in één keer die voetbaldames. Yay! Nu mogen we drinken. En bro. Cheers. Ik ga dat weer allemaal aan het doen. Yeah. Dat is makreel. We wilden rode poon, want ik ben natuurlijk roodharig, hè? Dan moet je een rode poon hebben. Maar, die waren er niet, want de vishandel was niet vandaag op de markt. Het is zondag, dat is niet zo gek. Nee, het was zaterdag, sorry, gisteren. Oké. Okay. Kijk eens. Helemaal, dat water is nu helemaal rood. Van het bloed. We beginnen met een caprese met... Sprit. Persik. Persik. Gelukkig ben je er niet allergisch voor. Nee, een klein beetje, maar ik heb maar heel weinig persik, dus dat is top. Daphne, baan 6. Dat is wel een goede baan. Daphne staat in de startblok. Ik ben gewoon zenuwachtig voor Daphne. Ik ben gewoon op dit moment misschien... Het is trouwens een halve finale, maar ik ben misschien al wel zenuwachtiger dan voor mijn eigen marathon. Dat is misschien een klein beetje overdreven, maar ik ben wel zenuwachtig. Ja, 2. Thank the Lord, ze zit in de finale. Nee. We hebben een avocado courgette salade, brood. En mijn krieltjes zijn nog heel even aan het nagaren. Je moet aan roken. Wat zei je? Dat Laura een vegetarische vriendin heeft. Ik ben niet vegetarisch, ik eet alleen een maand geen vlees. Ik heb heel ben je netjes. Een maand vegetarisch. Dus we dachten, we nemen de vetste ben je dan vis. Ben je dan niet een pescatariër? Een pescatariër? Als je alleen vis eet, ben je dan niet een pescatariër? Weet jij dat? Een pescatariër? Ja, van de nepper, toch? I don't know. Ik was wel heel aardig, want ik liet al op dinsdag weten dat ik liever geen vlees at. Moest me koel terugbrengen. Ja. Zielig. Zo zielig. Dus, nou, dan werd het tijd voor de vetste vis van allemaal. Ja, mijn batterij is op. Gelukkig heb ik een tweede batterij bij me, want ik ben zo'n goede daily vlogger dat ik gewoon altijd een reservebatterij bij me heb. Kijk eens. Ja, en dan mag ik gewoon voor het eerst met mijn eigen kopje drinken. Nee, eigenlijk is het Robin's kopje, maar ik ben blij dat ik hem vanavond mag. Thanks Robin. Zo cool. Zo is Flammy toch nog een beetje bij ons. We hebben taart, 3 verschillende soorten. Wat is dit met die amandelen? Karamel. Karamel, chocola en framboos? Ja. Oh my god. Robin heeft een app die vertelt hoe oud je bent. 27! Yes. En jij, jongen! Oké, top. Oké, nog een keer. Opnieuw. Ik ben geen 30. One face near right edge 2 feet away. Processing. 29-year-old. Nee, ik ben ook geen 29. Opnieuw. One face near center 3 processing. Yay! Maar ik wil eigenlijk gewoon een keertje 18. Hoe moet ik 18? Moet ik gewoon zelfs niet lachen? Kijk, is heel boos. One face near my edge 2 feet of processing. 26-year-old woman with blonde hair looking neutral. Neutral, dat was wel knap. Ja, zie jij nu dus niet heel boos? One face near top edge processing. 24-year-old. Oh, boos! Oeh. Hoe jonger ik ben! Je moet even van recht op en af. Zero face, one face near top right, 2 feet of one processing. 28-year-old. Nee, dat werkt niet. 28, dat is te oud. Super grappig. Hoe oud ben jij dan? Ja. Moet ik op die knop drukken? Nee, als je mij ziet, druk je er gewoon op. Gewoon op mijn hoofd. Face near center, 3 feet away. Moet ik dan gewoon op mijn hoofd tikken. Processing. Hoe heeft iemand ermee? 43-year-old. Stop niet. 43! Arme jongen. Het is inmiddels 12:30 midden thuis. Daphne Schippers heeft brons op 2K tijdens 100 meter. Go Daphne.
Ik ga lekker slapen, want ik ben echt super moe. Ik ben bijna 18 uur wakker. Ik heb 27,5 kilometer hard gelopen. Ik had eigenlijk vanmiddag willen slapen om wat uit te rusten. Heb ik niet gedaan. En nu ga ik dat wel doen. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer.